Geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg. Beste mensen, familie, vrienden, bekenden op de publieke tribune. Van harte welkom hier en dat welkom geldt natuurlijk ook voor de vertegenwoordigers van de media. En de mensen die ons thuis bekijken via de digitale media. Ook van harte welkom bij deze raadsvergadering van dinsdag 27 maart 2018. Ik open de vergadering. Meld de afwezigheid van mevrouw Luiten van de fractie van de PvdA. Zij is in aantocht, heeft aangekondigd. We kunnen haar nog verwachten vanavond. Bijzondere opstelling hier, zo in deze kring, die sinds vorige week een stukje groter is geworden en waar nog twee zetels onbezet zijn. Dat gaat donderdag aanstaande veranderen met de installatie van de nieuwe gemeenteraad van deze gemeente Hardenberg, die dan zal bestaan uit maar liefst 33 raadszetels. Bij de opening en mededeling heb ik denk ik gedaan wat ik moest doen. Ik kijk even naar de griffier. Dat is correct. Het was een kleine schijnbeweging van de griffier. Dat het niet zo zou zijn, maar het is wel zo. De agenda. Ik ga naar de agenda van vanavond. Die is vrij overzichtelijk. En ik vraag, kan die agenda uw instemming dragen? Dat is het geval. Akkoord. Ik zie een aantal raadsleden opmerkelijk naar het scherm kijken. Het is echt uw burgemeester die u daar op het scherm ziet. Er is iets niet in orde, begrijp ik. Ja, dat is mooi. Ja, voor u, uw positie is een stuk beter dan die van mij, want ik kan niet zien uw naambordjes. Maar goed, na 4 jaar is het een goede oefening vanavond of dat ook eens bij blijven bekleiden. Wilt u elk raadslid even benoemen dan, meneer de burgemeester? Nou, in verband met de agenda zou ik dat op dit moment niet willen doen. Mevrouw Hansen, voor de duidelijkheid. Ik ga snel door naar agenda punt 3. Onderzoek geloofsbrieven en besluitvorming in zaken toelating van de raadsleden. En dat onderzoek, kan ik u zeggen, dat heeft vanmiddag al plaatsgevonden. En er is een, dit vanwege efficiëntie, om het zo maar te zeggen. Omdat het gaat om een fors aantal nieuwe raadsleden die donderdag geïnstalleerd kunnen worden dan, mits de commissie haar goedkeuring heeft gegeven over de geloofsbrieven. En ik zou willen vragen of de voorzitter van de commissie van onderzoek een toelichting zou willen geven. De voorzitter in dit geval is de heer Nijhoff van de fractie van het CDA. Mag ik u het woord geven? En dat doet u vannacht in het spreekgestoel. Ja. Oké. Voorzitter. De op 27 maart 2018 aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden te onderzoeken, hebben wij zeer serieus genomen. Met ambtelijke ondersteuning hebben wij, en wij dat zijn mevrouw Kelder, de heer Oorink en ondergetekende, de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de 33 kandidaten die op 21 maart 2018 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd zijn. Wij hebben de onderzochte bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat alle benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom om alle 33 op 21 maart 2018 benoemde personen toe te laten als lid van de Raad van de gemeente Hardenberg. En dat zijn in alfabetische volgorde. De heer Bak uit Lutten, de heer Bakhuis uit Gramsbergen, de heer Breukelman uit Hardenberg, de
de heer Brink uit Hardenberg, de heer Bruinsma uit Derensvaart, de heer Geesink uit Hardenberg, de heer Helling uit Hardenberg, mevrouw Hof uit Balkbrug, mevrouw Joldersma uit Derensvaart, de heer Jonkhans uit Hardenberg, mevrouw Kelder Ranter uit Radewijk, de heer Kloekhorst uit Hardenberg, mevrouw Klok Lubbers uit Balkbrug, de heer Kuipers uit Hardenberg, mevrouw Luiten uit Kuipersloot, mevrouw Meijerink Heuver uit Hardenberg, mevrouw Mensing Rieling uit Derensvaart, de heer Nijhoff uit Kuipersloot, de heer Oordink uit Hardenberg, de heer Pieper uit Hardenberg, de heer Rodermond uit Kuipersloot, mevrouw Rusken van Noord uit Hardenberg, de heer Schuurman uit Hardenberg, mevrouw Soeten Wessels uit Sipkelo, de heer Stelpstra uit Hardenberg, de heer Van der Grampel uit Hardenberg, de heer Van den Berg uit Aane, mevrouw Van den Hoek uit Hardenberg, mevrouw Van der Veen Vriesinga uit Derensvaart, de heer Van der Wel uit Hardenberg, mevrouw Verschuur Otter uit Slagharen, mevrouw Vetker Kessies uit de Krim en de heer Wiet uit Derensvaart. Voorzitter, verder heeft onze commissie tevens onderzoek gedaan naar de verkiezingen. En conform artikel 5.4 van de kieswet wordt de raad namelijk geacht een oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid van de verkiezingen. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op wettige wijze plaatsvinden. Wij hebben de 41 processen verbaal van de stembureaus bestudeerd en het procesverbaal van de zitting van het Centraal Stembureau. En op basis hiervan komen wij tot de conclusie dat er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. Wij stellen de Raad daarom voor de bevindingen van de commissie over te nemen en het oordeel uit te spreken dat de organisatie en het verloop van de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen. Akkoord. Dank u wel, voorzitter. En u heeft dat gedaan als voorzitter van de commissie onderzoek, geloofsbrieven en besluitvorming in zaken toelating en raadsleden. En u heeft dat samen gedaan, het is goed om te vermelden, met de heer Oordink en mevrouw Kelder. Samen bent u tot deze conclusie gekomen. Ik vraag aan uw raad, kunt u instemmen met de genoemde conclusies zoals die net zijn voorgelezen door de voorzitter? Dat is het geval. Dan is daarmee dit voorstel aangenomen en kunnen wij donderdag aanstaande 33 raadsleden installeren in deze gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Dank u wel voor uw werkzaamheden. Daarmee hebben we belangrijke formaliteiten gerealiseerd en achter ons liggen. En gaan wij door naar agenda punt 4. En dat is afscheid nemen van een aantal leden van deze gemeenteraad. Zoals die de afgelopen 4 jaar heeft gefunctioneerd. En het is nogmaals mooi om te zien dat er heel veel familieleden, vrienden op de tribune zitten. Ik zie ook een aantal oud-raadsleden. Mooi om zoveel belangstelling te zien vanuit de gemeenschappen om een aantal mensen om daar afscheid van te nemen. En ik doe dat afscheid van achter het spreekgestoelte. Wil iedereen die afscheid neemt persoonlijk toespreken en ook graag de gelegenheid bieden zoals dat hoort om ook aan het vertrekkend raadslid het laatste woord te bieden. En we hebben daar geen afspraken over gemaakt, realiseer ik mij. Maar het is goed gebruik omdat toch enige beperking in zich te hebben, zodat we vanavond ook nog met elkaar na afloop nog iets kunnen drinken. Wat is ook goed om de cooling down met elkaar te doen. U bent gewaarschuwd. Hij doet het. Geweldig. Dit is nog een tijdelijk systeem, mensen. Binnen een aantal weken zullen wij
de definitieve microfoons krijgen en dan is ook dit opgelost. Dus even wennen allemaal, lijkt het wel. We zijn hier vandaag bijeen, niet vanwege een reguliere raadsvergadering, maar zoals gezegd toch een bijzonder moment. Een bijzondere vergadering, een heel speciaal moment waarin we afscheid gaan nemen van 13 van de 31 raadsleden nu nog van de gemeente Hardenberg. We nemen afscheid van hele betrokken mensen die de afgelopen 4 jaar met heel veel inzet voor de gemeenschap van onze gemeente actief zijn geweest. En om diverse redenen niet meer terugkeren hier in deze raadzaal. Want het is niet niks om deel uit te maken van die gemeenteraad. Dat geldt voor elk raadslid, waar ook in welke gemeente dan ook. Maar zeker ook hier in onze gemeente. Want ook de afgelopen 4 jaar is daar weer heel veel gebeurd en heeft het een enorme tijdsbesteding met zich meegebracht in en buiten deze raadszaal. Er zijn heel veel besluiten genomen die afgelopen jaren. Soms hele makkelijke besluiten en soms ook hele moeilijke besluiten. Ik herinner me nog heel goed dat we met deze raad een vliegende start hadden, om het zo maar te zeggen, rondom het dossier van de komst van een AZC in onze gemeente. Waarbij eigenlijk wel uniek, dat was ook een van de eerste vergaderingen, de hele oppositie met één mond sprak. Althans, in de eerste ronde was dat het geval, dat werd daarna snel een stuk minder. Ik herinner me ook Kees Slingeland nog, toen deel uitmakend van die raad, die daar ook wel een uniek moment had, dat hij ook met diezelfde ene mond sprak vanuit die gehele oppositie. Het was heel bijzonder om mee te maken. Maar wat dan ook wel weer mooi is en ook veelzeggend, denk ik, voor deze gemeenteraad, zoals we hier nu aan het eind van die 4 jaar zitten. Uiteindelijk werd er wel een gemeenschappelijk, een gezamenlijk besluit genomen over hoe het verder ging. En daar was heel veel energie in gestoken door ieder van u op verschillende manieren. Praten met mensen in de samenleving, met instellingen, onderling, fracties en met het college, met de organisatie. En we kunnen zeggen, er is een heel mooi besluit uitgekomen, een heel mooi uitvoering aangegeven. Ja, u was het ook lang niet altijd eens met elkaar of met het college, maar gezamenlijk en zoals dat hoort en ook past bij de normen en waarden zoals we die hier hebben in de gemeente, heeft u dat met waardigheid het bestuur van deze gemeente uitgevoerd. Het ging om verschillende zaken zoals gezegd. Zaken waar het volstrekt duidelijk was wat er moest gebeuren. Rondom bijvoorbeeld de besluitvorming van de Krim, het MFC, nog zeer recent genomen. En soms ook wat minder in eenvormigheid. Maar u heeft uw besluiten genomen. U heeft de raad, u heeft het college gecontroleerd. 4 jaar lang samengewerkt, ook met dit college. En ik denk dat het ook past om ook vanuit het college dankbaarheid uit te spreken voor het vertrouwen wat u heeft gegeven in de leden van het college. Waar we op een later moment, wellicht ga ik vanuit, nog afscheid van gaan nemen. Het was een boeiende en leerzame periode, die afgelopen 4 jaar. En ik heb het eerder gezegd vanavond, toen we informeel bij elkaar waren, na een toch wat rommelige en niet helemaal eenduidige start, met veel nieuwkomers, met langzitters, met progressieven, met wat meer conservatieve mensen, hebben we elkaar toch heel mooi gevonden. Daar heeft ieder van ons in geïnvesteerd. Soms gezamenlijk in een aantal sessies, soms ook met fracties. En wat misschien toch ook nog wel geholpen heeft, en daarbij kijk ik even naar het vrouwelijk deel van deze gemeenteraad. Er schijnt een bepaalde vrouwenclub te zijn hier in deze raad. Die is er gewoon. En wellicht is die ook nog van invloed geweest, want die heeft eigenlijk dwars door alle politieke partijen heen voor een stukje verbinding en binding gezorgd. Ik heb mezelf toch een paar keer geprobeerd uit te nodigen, maar ze zijn heel strikt geweest. Mannen waren en zijn niet welkom. Dat geldt overigens ook voor raadsleden, mannelijke raadsleden, want ik heb ook begrepen dat een enkel mannelijke raadslid ook geprobeerd heeft binnen te dringen in het vrouwennetwerk, zeg maar, van deze gemeente. Maar het is ook niet gelukt. U bent consequent. De raadsleden die nu afscheid nemen,
kunnen voortaan met een andere blik naar de gemeente en naar het gemeentebestuur kijken. En uw betrokkenheid kennende van diegenen die afscheid nemen, verwacht ik dat u dat ongetwijfeld doet en dat u uw opvolgers goed in de gaten houdt. Zoals ik ook nu alweer een aantal oud-raadsleden uit de vorige periode hier op de tribune zie zitten. Ik hoop in ieder geval dat u zich blijft inzetten voor Hardenberg, voor de gemeente, voor al die kernen en dorpen in onze gemeente, die 29 kernen, in welke vorm dan ook. En ik weet ook wel zeker dat dat gaat gebeuren, want op mijn laatste rondreis langs een groot aantal verkiezingsbureaus ben ik heel veel oud-gemeentebestuurders tegengekomen die ook een hele dag hebben doorgebracht en zich hebben ingezet om dat democratische proces goed te laten verlopen. Tegelijkertijd wens ik ook uw thuisfront toe dat u daar ook wat meer tijd en aandacht aan kunt besteden. Want voordat ik u vrijgeef aan uw familie en uw vrienden, wil ik u toch graag persoonlijk nog even toespreken. En dan begin ik met diegene die eigenlijk het kortst nog maar bij ons is. En hij zit volgens mij heel dicht naast mij, Arjen. Ja, beste Arjen, in het dagelijks leven ben je zelfstandig bedrijfsadviseur bij Trivulent en werk je bij Mepra Store in een bedrijf onder andere met pannen en bestekken. Dat heeft helemaal niets met politiek te maken. Daarnaast ben je maatschappelijk actief, korfbalcoach bij KV Juventa B4. En in 2014 stond jij op de lijst, op de kandidatenlijst voor het CDA in Hardenberg. En je stond te trappelen om erin te komen. Dat wisten we allemaal. En toen je net niet gekozen werd, heb je je binnen het CDA gewoon verdienstelijk gemaakt als bestuurslid en als schaduwfractielid. En op 10 januari, na het vertrek van Dirk van der Valk, ik zie hem zitten hier in ons midden, ben je beëdigd als lid van de gemeenteraad. Dus eigenlijk nog maar heel recent. Je hield je onder andere bezig met afval, duurzaamheid, parkeren, recreatie, toerisme. En het is heel mooi, dat is mij opgevallen, om jouw maatschappelijke betrokkenheid te zien, die je ook via social media behoorlijk tot uitdrukking bracht en brengt nog steeds. En dat was juist in dat begin wel even wennen, herinner ik mij ook nog, want je had een nieuwe rol als raadslid en daarmee kreeg je ook een iets andere verantwoordelijkheid. En ik herinner me nog iets van een supermarktdiscussie in Baalder in de omgeving. Maar sommigen zijn die misschien alweer vergeten. En eigenlijk kunnen we wel zeggen, je bent nog maar net gewoon lekker warm gedraaid. En ja, ik als voorzitter kan en mag ook niet vooruitlopen op coalitiebesprekingen, maar het zit erin, er is een kans aanwezig dat als gevolg daarvan we je toch nog weer terug gaan zien als lid van de gemeenteraad van Hardenberg. En volgens mij zou je dat ook heel graag willen en zou dat ook mooi zijn. Maar goed, dat moeten we even afwachten. En daarom, en dat is misschien wel heel bijzonder, dat je nu er even uitstapt en misschien straks weer terugkomt, maar ondertussen toch een mooi geschenk krijgt aangeboden. En misschien zou je dat moeten delen met je fractie of in ieder geval met de leden van het CDA. Maar goed, dat gaan we zien. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor je inzet tot nu toe. Ik wil je vragen om naar voren te komen. Dan ga ik een mooie bos bloemen en een mooie kist aanbieden met allemaal prachtige streekproducten uit onze eigen gemeente. Arjan, dank je wel en een groot applaus. Dank je wel. Ik denk niet dat we elkaar lang gaan. We gaan even hiervoor. Dat is ons best. En nou bestaat er de mogelijkheid, Arjen, om een dankwoord uit te spreken. Dat doe je over 12 jaar. Goed, dat gaan we zien. Dat is een toezegging, beste mensen, en die wordt genoteerd door de Griffie. Ja. Dan komen we bij de fractie van de Partij van de Arbeid. Emiel Mulder. Vandaag speciaal, volgens mij, een rode stropdas omgedaan. Echt klasse. Ja, Emiel, jij bent net als Arjen ook deze raadsperiode tussentijds beëdigd als raadslid. En wel op 30 augustus 2016. En de aanleiding was niet goed. Want het had alles te maken met onze zeer gewaardeerde collega Ria Juling, die op 6 juli 2016 overleed. En dat was een enorme schok, natuurlijk voor haar eigen omgeving, familie. Maar toch ook een enorme schok voor ons als raad hier. Want zij is ons in die periode ontvallen. Maar je was eigenlijk, ben je teruggekomen. Want eerder al had je ook zitting in de raad. En dat was in 2013, eind 2013. Toen was je ook beëdigd als raadslid voor de Partij van de Arbeid.
En toen heb je Andy de Vos vervangen, die wel op geheel eigen wijze een einde maakt aan zijn politieke carrière, om het zo maar te zeggen. Binnen de PvdA heb jij zeker je sporen verdiend. Je bent een fors aantal jaren voorzitter geweest van de Partij van Arbeid hier in de gemeente Hardenberg. En dat sociale hart, dat zit heel diep in jou. Zorg, onderwijs, voor iedereen toegankelijk moet dat zijn, daar sta je voor. Samen met je vrouw en twee kinderen woon je in Dedemsvaart. En het raadslidmaatschap, dat doe je naast je werk voor het ministerie van Defensie in Den Haag. En ook nog bij de stichting Kennispark in Enschede. En dat je in Den Haag werkte, dat hebben we meermalen geweten. Want soms dan stond je nog in de file op de A28 aanrijdende om hier deel te nemen aan de beraadslaging. En die combinatie van werk en politiek was in die zin ook wel wat lastig combineerbaar. En ik kan mij voorstellen ook, beste mensen, dat met de komst van een nieuwe minister van Defensie nu uit Overijssel, jij eieren voor je geld hebt gekozen. Want na de uitzending, beste mensen, gisteravond van Pauw, waar ik minister Anke zag, vol ambitie en vol enthousiasme, heb jij natuurlijk gedacht, ik moet zorgen dat ik vooral in Den Haag ben, daar waar het gebeurt, en niet hier in de gemeente Hardenberg. Ik wil ook jou ontzettend bedanken voor de inzet die je hebt gedaan, je betrokkenheid, de continue factor, stabiliteit die je gebracht hebt als raadslid hier in Hardenberg en zeker ook binnen de fractie van de Partij van de Arbeid. En ook namens de gemeente wil ik jou een cadeau aanbieden als herinnering aan het raadslidmaatschap. En ja, men zegt altijd 3 keer is scheepsrecht. Dus wie weet zien we ook jou nog eens een keer weer terug. Dankjewel. Dan kom ik bij inmiddels het dankwoord. Het dankwoord, ja. Ik maak ruimte voor het vertrekkend raadslid. Voorzitter, bedankt voor dit attente moment. Ik wil iedereen die hier is, maar met name ook mijn collega raadsleden, gewoon bedanken voor de korte en goede tijd die ik had met jullie. Als korte dan bestie hier gezeten. Maar goed, ik heb naar mijn zin gehad, voelde me gewaardeerd, steun, dingen, dames, dat voelde ik vertrouwd. En dank voor jullie samenwerking en sterkte voor degene die door mag. Dankjewel. Ja. Dan komen wij bij de fractie van de VVD. Stella, beste Stella, je bent in een andere fractie begonnen in deze raadsperiode. En dat was natuurlijk de fractie van D66. Maar op de transfermarkt heb jij de overstap gemaakt naar de fractie van de VVD. Je bent werkzaam bij het Center for Change. Dat is eigenlijk wel een hele toepasselijke naam, bedenk ik mij. Je bent ook ambassadeur voor de stichting Per Saldo en trainer, coach bij Groeikracht. En sinds kort mag je ook de partner van de burgemeester noemen. Nee mensen, niet de burgemeester van de gemeente Hardenberg, maar wel die van de gemeente Dinkeland. Ik weet niet of je daar nou heel erg blij mee moet zijn, maar volgens mij ga je een heel ander leven krijgen. Alhoewel, en dat is misschien ook wel mooi, die gemeente Dinkeland is natuurlijk ook wel een hele mooie gemeente. En volgens mij, ook zeker voor jou, en dat geldt natuurlijk voor John ook, met jullie bourgondische karakter, ben je daar volgens mij helemaal op je plek. En ik denk dat het heel goed bij jullie past. De vraag is alleen, is daar ook een vrouwennetwerk? Dat is de grote vraag. En mocht die er niet zijn, dan weet ik zeker dat die binnen een jaar waarschijnlijk daar wel opgericht wordt. En dat jij daar een belangrijke rol bij en in zult vervullen. Ook Stella wil ik jou heel hartelijk bedanken, want naast raadslidmaatschap heb je ook in de beginperiode ook voorzitterschap van de oriënterende rondes op je genomen. En ook daarvoor pas dank voor jouw inzet in de afgelopen 4 jaar hier in de gemeenteraad van Hardenberg. En ik zou je willen vragen om naar voren te komen om
het bedankje in ontvangst te nemen. Namens de burgemeester van Dinkeland. ik ga deze raad verlaten omdat mijn man burgemeester in Dinkeland, fantastisch mooie gemeente, Bourgondisch, dat is zeker waar. Ik heb ook mogen ervaren met bepaalde carnavalsavonden. heel anders, maar ja, ik ga zien of ik daar ook een mooi leven op kan bouwen. Als ik daar net zo welkom ben als ik hier geweest ben in de afgelopen, dan ga ik ervan uit dat dat echt gaat lukken. En beter, dat vrouwennetwerk, dat komt. Dan ga ik opnieuw naar de fractie van de Partij van de Arbeid. En dat is natuurlijk toch bijzonder op dit moment en ontzettend mooi. Ik kijk ook even naar Wim, maar ook naar Erika, dat jullie er ondanks de persoonlijke omstandigheden in jullie familie, met het verlies van een naaste, dat jullie toch hebben gezegd, we zijn hier. En dat betekent ook wel hoe belangrijk jullie dit werk vonden en vinden nog steeds. En hoe betrokken jullie zijn, vooral ook bij de samenleving van deze gemeente. Erika, je bent coördinator van de welzijnsorganisatie SMON en specialist in het sociale domein. En voor jou is persoonlijk contact met inwoners van de gemeente ontzettend belangrijk. Jong, oud, maakt niet uit. Jij staat in verbinding met die mensen in die samenleving. En de gemeente moet volgens jou ook voor iedereen toegankelijk zijn. En dat komt natuurlijk heel mooi uit, want laten wij nu zijn uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van heel Nederland. Wat dat betreft woon je echt en leef je in een hele mooie gemeente. Maar wat mooi is, je hebt daar zelf ook een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Samen natuurlijk met een aantal andere mensen ook hier. Sinds 2014 lid van de Partij van de Arbeid. Toen ik dat zag, toen we die gegevens nog eens even nazag, dacht ik van, goh, dat is eigenlijk toch best wel laat. 2014 pas lid worden van de Partij van de Arbeid. Maar ook wel weer heel mooi dat je dat nu bent. Want die steun, die is altijd belangrijk. En in tegenstelling tot de meeste raadsleden waarvan we afscheid nemen, vertrek je eigenlijk helemaal niet vrijwillig uit die raad. Want je stond op de lijst, je staat op de lijst en je zou dolgraag door willen. Want er is nog heel veel werk aan de winkel. Dat zei je net ook nog tegen mij. Er is nog heel veel te doen. En we kwamen al heel mooi in een politieke discussie terecht. Tussen sociaaldemocraten en liberalen. Je hebt het laatste woord, hè, dat weet je. Ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek als ik zeg dat we je ontzettend gaan missen. Je bent altijd enthousiast, altijd enorm betrokken geweest, altijd aanwezig ook. En ook in voor ludieke zaken. Want ja, je bent zelfs in deze raadzaal getrouwd met iemand van de ChristenUnie. Ja, voorzitter. Ja, het doet mij zeer veel verdriet, maar ik zou eigenlijk een scheiding moeten aanvragen deze avond. Het past eigenlijk niet bij mijn partij, maar ik zou het ook nog niet doen. Wie weet. Wie weet. Want samen met zaken ben je in trouwkleding op gemeentehuis verschenen. Om aandacht te vragen. Niet om te trouwen natuurlijk, maar wel om aandacht te vragen voor de in jullie ogen veel te hoge trouwkosten hier in deze gemeente. Erika, ik wil je ontzettend bedanken voor de inzet die je de afgelopen 4 jaar hebt gedaan. Ik weet zeker dat we jou gaan blijven tegenkomen in de samenleving van deze gemeente. Op wat voor posities dan ook. Ik sluit ook niet uit, misschien ooit nog wel weer terug in deze gemeenteraad. Ik denk dat we jou met open armen gaan ontvangen. Voor dit moment, dat geldt voor jullie allemaal, voor de hele familie, ook heel veel sterkte gewenst.
Er staan heel veel mensen om jullie heen. En dat doet deze raad ook. Ik wil je bedanken. Kom naar voren en dan gaan we dat op die manier vormen. Tja, wat kan de wereld er in 2 weken tijd zo anders uitzien? En dat geldt zeker voor mij. Zoals jullie weten heb ik op 13 maart mijn campagne stopgezet. Het sluit waar ik geen moment over getwijfeld heb. En ook nu, in het afscheid van deze raad is gekomen, geen spijt. Ik wil iedereen bedanken voor alle begrip, medeleven en steun die ik heb gekregen in de vorm van een berichtje, belletje of een kaart. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik op slechts enkele stemmen de voorkeur niet heb in. Anderzijds is daardoor ook ruimte voor een enthousiaste nieuwkomer en kan een deskundige oud-gediende blijven. Zo is dat. Ik heb enorm genoten van het raad. Hoogtepunten waren er volop, zoals de kans om mijn trouwjurk weer eens aan te doen en met zaken Christia ten strijde te trekken voor een eerlijke trouw. Maar ook extra geld voor kinderen, installatie van de sociale ombudsfunctie en het vernieuwde automaat. Maar mijn belangrijkste bijdrage aan deze raad was mijn inzet op verbinding in de voetsporen van Ria Juling, die begonnen is met het raadsvrouwen. Partijoverstijgend denken voor het algemeen belang. Zoals met Annie Kelder, de bouw je eigen buurt koffiebar caravaan, organiseren en uitvoeren. En met een fantastische groep mensen, klankbordgroepen voor de inclusieve samenleving vormen. Nog geen maand geleden hebben we hiervoor de titel meest toegankelijk. Ik ben er ontzettend trots op dat ik daar mijn eigen kleine bijdrage aan kunnen leveren. De gemeente staat voor grote uitdagingen, zoals de transformatie sociaal domein en de nieuwe omgeving. Opgaven die bemoeilijk worden door de steeds groter wordende tegenstellingen in de samenleving. Zoals het verschil tussen jong en oud, arm en rijk, immigrant of allochtoon of autochtoon. Mijn grootste wens is dat deze nieuwe raad hierin een voorbeeldfunctie vervult en de verbinding met en bij elkaar blijft om tegenstellingen te verkleinen en gezamenlijk draagvlak te creëren voor de leefbaarheid in onze fantastische gemeente. Alle goeds en tot ziens. Erika. Je geeft ons een hele mooie opdracht mee. En zo kan het ook. Dankjewel. Ik ga terug naar de fractie van de VVD. En kom aan bij Alex. Want ook Alex, jij bent sinds maart 2014 lid geworden van deze gemeenteraad. Die heb je ingezet op dossiers die voor de VVD niet altijd vanzelfsprekend zijn, maar die jij met een groot hart hebt vervuld. En dat waren dossiers in het sociale domein. En ook, dat werd net al genoemd, ook door Erika, aan de komst van de sociale ombudsvrouw heb ook jij je steentje bijgedragen. En daarbij heb je volgens mij ook mooi gebruik gemaakt van kennis die je hebt opgedaan in die andere prachtige gemeente aan de andere kant van de Reest. Waar wij elkaar ook voor het eerst ontmoet hebben op een van jou op een bedrijvenbeurs, waar jij jouw bedrijfsactiviteiten promoten. En dat doe je nog steeds. Dat werk dat gaat ook gewoon door en ik wil je daarbij ook buitengewoon heel veel succes wensen. Mooi is ook, als ik aan jou denk, in de afgelopen periode, dat je ongelooflijk veel op pad bent geweest. Je was een raadslid die we op heel veel plekken tegenkwamen. Zagen. Je was bij plaatselijke belangen, individuele belangenbehartiging deed je. Voor het plaatselijke bedrijfsleven. Jij sprong graag voor mensen in de bres. En dat was voor die politieke omgeving ook wel eens wat lastig. Hoe die belangenbehartiging nou ook helemaal precies geduid moest worden. Maar daar had je zelf wat minder moeite mee. Want jij ging voor dat wat volgens jou moest gebeuren. Voor de goede zaak,
En voor de belangen die behartigd moesten worden van een wijk, een buurt, een dorp of wat dan ook. Ik wil je, Alex, ongelooflijk bedanken voor de inzet in die afgelopen 4 jaar die enorm is geweest, die je hebt gedaan hier in deze gemeenteraad. En ik wil je ook heel veel succes wensen bij de andere activiteiten waar je gewoon mee doorgaat. Ik zou je ook willen vragen om naar voren te komen, zodat ik je ook kan bedanken en de hand kan schudden. Bijna 5 jaar geleden kreeg ik een telefoontje van Lottie Verbraak. Alex, lijkt het jou wat om plaats te nemen op de verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014? Op 20 maart was ik alweer rustig aan het werk. Hard werken doe ik sowieso niet. De VVD-fractie bleef steken op 3 zetels. Het boek raadslid had ik al dichtgeslagen. Totdat Lottie mij belde en aangaf dat ik door middel van voorkeurstemmen van plek 7 naar plek 2 was gepromoveerd. En alsnog een zetel wist te bemachtigen. Bij de portefeuilleverdeling kreeg ik het sociaal domein in de schoot geworpen, waar ik met veel energie en enthousiasme op heb gestort. Waar ik ook ontzettend veel geleerd heb. Armoedebestrijding en met de aanpak die we nu voor ogen hebben, met onder andere mobility mentoring, daar heb ik heel veel vertrouwen in. In de wandelgangen werd ik als sociale liberaal, de sociale liberaal genoemd. Nou, daar ben ik best wel trots op. Wat mij verder is bijgebleven van de afgelopen 4 jaar. Nou, in het begin was ik behoorlijk zenuwachtig, trouwens, wie niet. Over politiek schoren ga ik het niet hebben. Wel claim ik dat ik wel de mooiste verspreking van de afgelopen 4 jaar heb gemaakt. Bij de behandeling van financiën binnen het sociaal domein werd er geld gereserveerd in het Egalisatiefonds, waarbij ik mij versprak en sprak over het Evangelisatiefonds. Meneer Boersma wilde direct voorstellen. Donderdag worden 33 raadsleden geïnstalleerd. Ik wens hun alle energie en wijsheid toe om hun rol als volksvertegenwoordiger te vervullen. Bedankt. Ja, en via dat fonds, waarvan ik de naam niet zal herhalen, komen wij bij de fractie van de ChristenUnie uit. En ik begin bij Jaap. Beste Jaap, jij bent niet helemaal de volle 4 jaar heb je volgemaakt, want je bent in juni 2014 al snel, eigenlijk na de installatie van de raad, ben je voor de ChristenUnie in de gemeenteraad gekomen. En dat was het gevolg van het vertrek van Anja van der Dolder, omdat zij werd geroepen tot wethouder in de gemeente Hellendoorn. Jouw portefeuilles liggen op het gebied van jeugdzorg, onderwijs, kunst en cultuur, monumentenbeleid en ontwikkelingssamenwerking. En die prijs die we al eerder hebben genoemd, van meest toegankelijke gemeente van Nederland, is ook deels aan jouw inzet te danken. Want jij hebt ook zitting gehad in de groep van raadsleden die zich daar heel erg druk om heeft gemaakt. En we zaten samen met een aantal raadsleden en mensen uit Hardenberg op de tribune bij het programma Kassa. En ik weet nog toen de juryvoorzitter Otwin van Dijk begon over een gemeente die Doen hoog in het vaandel had, dat ik naar jou knipoogde, waarvan ik later dacht, ja, had ik misschien niet moeten doen. Niet omdat ik niet naar jou wil knipoogen, maar ik dacht, nou, misschien ziet de televisie dat wel. Maar dat was gelukkig niet zo. Maar toen was het wel duidelijk dat wij die prijs hadden gewonnen. En dat was wel heel mooi. En dat hadden heel veel van ons wel in de gaten toen we daar zaten. Jullie hadden een hele mooie verdeling ook binnen de fractie van de ChristenUnie. Je was verantwoordelijk voor Reza Diffelen, Heemse Hardenberg Centrum, als contactpersoon. En daarmee blijkt ook alweer die enorme betrokkenheid die ook jij hebt met die gemeenschap. Dicht bij de mensen, in de kernen staan en te weten wat er speelt en wat er leeft. En voor jou gold het dan in het bijzonder ook voor het maatschappelijk domein. Ja, jouw bijdrage inderdaad, die kenmerkt zich door een gedegen voorbereiding. En ik herinner mij ook nog wel eens, en dat heb ik in het college ook wel eens gezegd, dat ze ook wel iets weg hadden van een stevig politieverhoor. Het was niet altijd een politiek debat, maar het kwam wel eens neer op een stevig politieverhoor, zoals gezegd. En daarmee liet je ook wel eigenlijk heel mooi zien waar jouw arbeidsverleden ligt
misschien ook wel waar je passie ligt. Het heeft in ieder geval in deze gemeenteraad nooit geleid tot een veroordeling van een van de leden van het college, maar wel tot hele mooie besluiten. Ook jou wil ik vragen om naar voren te komen, zodat ik je de hand kan schudden en namens de hele gemeente kan bedanken voor je enorme inzet die je de afgelopen jaren hebt gedaan voor je fractie, maar daarmee ook voor de hele gemeente Hardenberg en de bijdrage die je daaraan geleverd hebt. Mag ik jou vragen naar voren te komen? Voorzitter, ik heb niks meer aan uw verhaal toe te voegen. Ik dank mijn Vader in de hemel dat ik de kracht heb ontvangen het werk te doen voor de samenleving. Ik wens de huidige raadsleden en de toekomstige raadsleden al het goede toe in het nemen van hun beslissingen. Dank u wel. Ja, dan kom ik bij Wim. Wim Boersma. Wim. Sinds 2010 actief voor de ChristenUnie hier in deze raad van Hardenberg. Begon als lijsttrekker en daardoor ook in je rol als fractievoorzitter jaren deel uitgemaakt van het presidium. En dat fractievoorzitterschap heb je in september 2017 overgedragen aan Zaken Christia. En dat was wel even wennen. Dat konden we ook wel zien. Soms het non-verbale gedrag of houding wel. Dat is eigenlijk niks voor jou. Je wilt erbij betrokken zijn, je wilt erover gaan, je wilt er wat van vinden. En dat heb je ook gedaan al die afgelopen jaren toen je fractievoorzitter was en ook deelname in het presidium. En dat herinner ik mij ook nog heel goed, want jij bent een van diegenen. Een van de laatste ankerpunten, zeg ik wel eens, die eraan toe heeft bijgedragen dat ik uiteindelijk hier burgemeester mocht worden in die gemeente Hardenberg. Ik geloof dat Annie de andere is nog uit de vertrouwenscommissie. En dat is toch een heel bijzonder proces geweest, voor mij sowieso. Maar ik weet ook dat jij dat ook als heel bijzonder hebt ervaren, de hele procedure rondom de komst van een nieuwe burgemeester. Ik kijk terug op een geweldig mooie samenwerking met jou. Ook in jouw rol als fractievoorzitter, want dan staan we toch altijd wat dichter bij elkaar als burgemeester en fractievoorzitters. Betrouwbaar, geen onverwachte zaken. Soms wel eens een stevige meningsverschil over dingen, maar altijd gericht op die inhoud. En ook altijd gericht om de verdere ontwikkeling van die gemeente Hardenberg verder te brengen. Dat typeert jou, daar stond je voor, daar sta je voor. Je vond het ontzettend belangrijk en je bent ontzettend trots op wat hier gebeurt in deze gemeente. En daar heb jij meer dan je steentje aan bijgedragen. En dat heb je ook geprobeerd uit te dragen in de richting van een buurgemeente van ons. Maar dat is niet helemaal gelukt. Daarvoor hebben we met elkaar, maar onder jouw leiding, ook echt geprobeerd om oprechte stappen te zetten. En je hebt je daar ook ongelooflijk voor ingezet. Kennis opgehaald, mensen binnengehaald. Een klankbordgroep voor geformeerd. Maar het mocht niet zo zijn. Wat wel meer succesvol was, dat was een mooie inzet destijds van een Kamerlid van de fractie van de ChristenUnie, inmiddels minister van Onderwijs, Arie Slob, voor het behoud van Veldzicht. Ook daarin heb jij meer dan je steentje bijgedragen om dat voor elkaar te krijgen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat hij voor het Menzo Alting College in Zwolle nog in petto heeft, nu jij daar de scepter zwaait. Maar dat zullen we ongetwijfeld binnenkort nog eens een keer gaan zien. Ik wil je ongelooflijk bedanken, Wim, voor de fijne samenwerking die we de afgelopen jaren hebben gehad. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor het hele college. En ik wil je vragen om naar voren te komen, zodat ik je de hand kan schudden. Dank. Het mooie ervan is, als je in de gemeenteraad zit, dat je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Eigenlijk zou ieder inwoner van Hardenberg een tijdje hier moeten zitten. Ik heb machtig veel geleerd. Echt heel erg veel. Ik had zo met een diepe gehoord als fractievoorzitter. Ik heb heel veel steun gehad toen aan de vier. Ik had vanavond even met erover. Ik heb een fouten behoed. Soms was het fout geweest. En daar leer je van. Toen ik mij gevraagd heb, wat zijn nou de vier dingen die uit de 8 jaar echt zijn bijgebleven, dan is het allereerst, zal ik ook zeggen, is de komst van het asielzoekcentrum. Ik heb steeds gezegd, ik heb een opdracht van mijn heer en heiland, dat ik mensen die in de knijp zitten moet helpen. Sociaal beleid. En hij heeft ook gezegd, je moet de vreemdeling huisvesten. En wij kregen een kans met het AZC. Daar hebben wij ons hard gemaakt.
ChristenUnie ook. Heeft gelukkig veel andere partijen hier. Ik heb daar persoonlijk, ik heb dat nooit zo over gezegd, behoorlijk last van gehad. Dat mensen het beetje op mij gingen verhalen. Maar ondanks dat is het asielzoekerscentrum elke keer als ik al langs rijd, ben ik trots dat we dat met elkaar gedaan. Het enige. Een journalist vroeg voor mij, waar heb je van wakker gelegen? Nou, dat zijn niet zoveel dingen, want politiek niet gaat wakker, maar wel van twee dingen. Allereerst, wij moesten als raad beslissen een voorstel om onze gronden af te waarderen. En als je dan voorzitter bent van een fractie, en een aantal fractieleden gaan wel met je mee, maar je hebt één fractielid, dat houdt vast dat je het niet moet doen, niet moet doen, niet moet doen, nog een keer niet moet doen. Kost je, dan zijn we ook 14 dagen verder. En als je dan uiteindelijk alles weer op één lijn krijgt, ben ik nog steeds heel blij en dankbaar voor, maar het was een dare klus. Ik moet ook zeggen, door die operatie hebben we het als Hardenberg weer voor elkaar gekregen om de financiën op de rit te krijgen. Ik complimenteer daar het college voor. En je zal het wel verwachten, ik als partijlid, dat ik de wethouder financiën daar bijzonder mee kom. Nou, mag wel, hè. Een derde ding waar ik wat toch van wakker heb gelegen, is het besluit wat we onlangs hebben genomen is over de BOH. Wij gingen samenwerken met Ommen en wij dachten als partij, niet als raad, dat doen we en langzaam maar zeker gaan we elkaar leren kennen en dat komt tot een fusie. Dat is belangrijk voor de streek, belangrijk voor deze ontwikkeling. Dat is ook belangrijk, denk ik, zelfs voor Ommen, als je zo klein bent, doen wij dat niet. Dus het is wel heel belangrijk voor deze streek en voor de ontwikkeling van deze streek. Toen wij voorstelden, naar aanleiding van het besluit dat we met elkaar genomen hebben in het coalitiebesluit om het onderzoek te gaan doen, dat mocht ik dan verwoorden, maar wie ik dan, dat Ommen dat niet eens een onderzoek wilde, dat was wel een teleurstelling. Toen het college nou voorstelde om uit de BOH te stappen, was het voor ons, daar hebben we hard voor gevochten, 5 jaar lang, en toch hebben we ja gezegd, want je moet ook de ontwikkeling verder kunnen. Ik ga niet veel mensen bedanken, maar ik wil een aantal mensen bedanken, en die staan heel ver weg. En dat zijn de dames die de koffie altijd is. Maar heel veel mensen krijgen vandaag aandacht, ik krijg een naam, en dan sluit ik nam wat bij aan. Ik vond het heel bijzonder, elke keer staat de koffie klaar, elke keer hebben ze ons verzorgd. Ze wisten op een gegeven moment dat ik alleen maar thee dronk, toen het meer te zitten. En ik herinner me, vorig jaar, toen hadden we even ons gemeentehuis 3 weken alcohol drooggelegd. Hadden we nodig om even te doen met actie en pas. En toen stonden er opeens van die smoothies. Nou, ik denk van, dan ben je origineel beter en dan denk je ook wat goed voor het is. Dus die dames, dat ook allemaal dames, ontzettend bedankt voor deze plek. Als jullie er niet waren, dan hadden we niet zo goed kunnen vergaan. Ten slotte, en Peter zei het al even, als mij gevraagd wordt wat is het bijzonderste wat je hebt mee mogen maken, dan is dat ik in de commissie mocht zitten die de nieuwe burgemeester gaat doen. Dat maak je bijna niet mee, of misschien 1 keer in je leven mee. Dat is een heel bijzondere operatie. Je gaat naar de commissaris van de koningin toe nog. Je mag 75 jaar, mag je niet praten over de kandidaten. Nou, je moet dus mijn graf niet meenemen. En soms zie ik wel eens een burgemeester op televisie die nu ergens van, en denk, jij hebt nog bij ons gezeten, maar goed. Maar het mooie van, dat was dat wij een burgemeester hebben uitgekozen, voorgesteld aan de raad, en de raad heeft het overgenomen. En we hebben totaal niet gekeken naar politieke achtergrond, want dit was een CDA-gemeente. We hebben gekeken van, welke man, in dit geval een man, is de beste burgervader. En als ik gewoon kijk hoe Peter zich hier ontwikkeld heeft, hoe die met ons omgaat, hoe die ons erbij staat, hoe die bij mensen staat die verdriet hebben. Dan lukt een kindje van ongeluk, dan is hij bij de ouders. En dat hoor ik van alle kanten. Dan is het denk ik, als ik terug moet kijken, het beste besluit wat ik heb mogen meenemen, mogen meemaken, is het besluit van Peter hier voor te stellen. Daar wil ik vandaag. Dankjewel. Niet de bedoeling dat er over de burgemeester wordt gepraat vanavond eigenlijk, maar Wim, dankjewel. Voor mooie woorden. We gaan naar de fractie van Op Koers. Entre nous. Het wordt toch direct al een beetje Frans, Hans. Maar daar kom ik later op terug. Sinds 2006 ben je actief binnen Op Koers. Nu. En je werd in 2010 lid van de raad van de gemeente Hardenberg. En sinds dat jaar ook tevens plaatsvervangend fractievoorzitter. En in 2014, op 19 maart tot november 2016, was je fractievoorzitter van Op Koers. Nu. En maakte je ook deel uit van het presidium. In dagelijks leven
ben je relatiebeheerder bij Weekblad De Toren. Dus jouw informatiepositie beschouw ik als heel hoog staand. Jij weet wat er leeft en wat er speelt, zeg maar, hier in deze gemeenschappen. En dat klopt ook wel, want als ik aan jou denk, dan denk ik aan iemand die als geen ander de cultuur en de mensen van deze streek kent. Je hebt het daar, we hebben het daar ook wel vaak over gehad. En ik heb daar ook veel aan gehad in mijn baan als burgemeester hier. Want jij weet hoe de mensen hier in elkaar zitten. En hoe ze reageren en hoe ze zijn. Of dat nou gaat over de geschiedenis van de winterkraaien. Of over het klooster bij Sipkilo. Ja, jij weet overal, jij kent de geschiedenis eigenlijk van alle belangrijke zaken hier uit deze omgeving. En als ik dat zeg, dan is het niet eens alleen uit deze omgeving. Want ik herinner me ook nog iets heel bijzonders. En dat was tijdens een van onze jaarlijkse raadsuitjes. Dat we in de Achterhoek waren. We waren in Doetinchem geweest. Een mooie bijeenkomst gehad. We waren op weg naar Winterswijk. En we reden met de bus. Kwamen we langs een wel heel bijzondere plek. Voor een groot aantal mensen uit deze gemeente. Want dat was namelijk het monument bij Rademakersbroek. En jij hebt daar in de bus het ongelooflijk indrukwekkende, maar ook gruwelijke verhaal verteld van de 46 mannen die op die plek op 2 maart 1945 zijn omgebracht door de Duitsers als een vergeldingsactie. Daarbij waren ook 12 mannen uit Bergentheim en omgeving. En dat zijn van die dingen die jij weet en die jij ook levend houdt in de zin van hoe belangrijk het is wat die geschiedenis vertelt van vroeger. Maar ook hoe belangrijk het is om die geschiedenis te blijven herhalen. En om goed na te denken over ja, wat dat is en waar die mensen voor stonden. En wij herdenken deze mannen ook nog gelukkig elk jaar in Bergentheim zelf. En dat is ook heel goed en mooi dat we dat doen. En dat tekent jou heel erg. En dat vind ik heel mooi, dat vind ik ook heel bijzonder. Maar naast die kennis van geschiedenis heb je eigenlijk ook nog heel veel andere passies. Ik zal daar nu niet te veel over uitweiden, want dan zouden we zo nog een avond kunnen volkletsen met elkaar. Of het nou is over het leger en wat daar gebeurt. Ik herinner me nog de prachtige dag op de markt in het centrum van Hardenberg. Waar jij ook als een van de weinigen wist dat ook, al ben je geen militair, je toch het vaandel kunt groeten. Dat wist jij, dat weet ik. En nu weten ook heel veel andere mensen dat. Maar we zouden het ook kunnen hebben over klassieke auto's bijvoorbeeld. En dan bij voorkeur Frans natuurlijk. Franse auto's voor de goede verstaander. Maar Hans, dat gaan we op een later moment doen. En wellicht doen we dat in Apeldoorn op het concours de Elegance. Wat ook dit jaar weer plaatsvindt. Want die afspraak hebben wij gemaakt. Hans, mag ik je vragen naar voren te komen. En ook ontzettend bedankt voor wat jij voor de gemeenschap van de gemeente Hardenberg hebt gedaan. Geachte mensen op de publieke tribune. Leden van de raad, collegeleden, fractiegenoten, medewerkers van het ambtelijk apparaat, familie, aanwezigen van de pers. Zoals bekend heb ik het afgelopen jaar intensief nagedacht over mijn politieke toekomst en na ampele overwegingen tot de slotsom gekomen me niet opnieuw verkiesbaar te stellen als raadslid. Die beslissing is het resultaat van een zorgvuldige, gewetensvolle, persoonlijke en politieke afweging, waarbij ik getracht heb niets over het hoofd te zien. 12 jaar heb ik in samenwerking met anderen vorm mogen geven aan de politieke beweging op Koers.nu, ook binnen dit gremium. Datgene wat is bereikt stemt mij zonder de ogen te sluiten voor onvolkomenheden of voor zwakke momenten die er ook waren, tot dankbaarheid en voldoening. Voor het vertrouwen dat al die jaren in mij is gesteld en voor de steun die ik van velen heb mogen ontvangen, ben ik bijzonder erkentelijk. Ik vraag vergiffenis aan degene die ik teleur heb gesteld of het simpelweg met me oneens waren. Binnenkort wordt een nieuwe coalitie gevormd. Tot de toekomstige bestuurders en raadsleden van deze gemeente zou ik willen zeggen, luister altijd naar uw geweten. En doe datgene dat op de lange termijn in het belang is van de mensheid, van vrijheid, veiligheid en waardigheid van allen. Ik dank u wel.
Dankjewel, Hans, voor de mooie woorden. We hebben nog even de planning met u doornemen, nog 5 raadsleden te gaan. En ik ga naar de fractie van de ChristenUnie, naar Ali Willems. Ali, sinds 2010 ben je raadslid voor de fractie van de ChristenUnie, woonachtig in Bergentheim. En je was ook voor de fractie contactpersoon voor deze kern. En een van de dingen die mij direct daarbij opkomen, is dat jij ook ontzettend veel energie hebt gestoken in je werk. Maar zeker ook heel specifiek voor de campagne Gewoon Gezond Bergentheim. Prachtig initiatief, lokaal initiatief vanuit de samenleving, waar jij heel hard aan hebt meegewerkt om dat tot een succes te maken. En dat loopt nog steeds, letterlijk en figuurlijk loopt dat nog steeds. Hè? Ja, je portefeuille die is eigenlijk ook wel heel verklaarbaar. Allereerst werk- en participatiewet, welzijn, dat heeft iets met je werk te maken. Maar ook recreatie en toerisme speelt daar een rol in. En dat is ook wel iets, je bent eigenlijk ervaringsdeskundige, om het zo maar te zeggen. En ook dat had ik vanavond al even persoonlijk met je over. Jullie kamperen in de eigen gemeente. Want waarom zou je ver gaan als het gewoon in de eigen gemeente ook gewoon goed is? En jij weet dus als geen ander wat het is om als toerist hier door deze gemeente te gaan. En dat is voor een portefeuillehouder van recreatietoerisme natuurlijk altijd buitengewoon lastig om daarmee te dealen en te handelen. Maar in jouw geval viel dat wel mee, want de redelijkheid is er bij jou altijd. Je bent in die zin ook een ontzettend betrokken raadslid geweest, maar je hoeft er niet per se altijd op de voorgrond te staan. Dat heb je ook meermalen wel eens gezegd tegen mij. Maar wat bij jou zo mooi is, dat je niet op de voorgrond hoeft te staan, maar dat je wel heel belangrijk vond en vindt om die contacten met die mensen in die samenleving, in al die gemeenschappen te hebben. En ik moet ook wel zeggen, dankzij jouw houding en jouw instelling, heb jij ook volgens mij een ongelooflijk goed persoonlijk netwerk. In een aantal gemeenschappen binnen onze gemeente. En dat was ongelooflijk waardevol, niet alleen voor jouw fractie, maar ook voor de hele gemeenteraad van de gemeente Hardenberg. Ik wil jou bedanken voor je enorme loyaliteit in die afgelopen jaren en ook voor de inzet die je hebt gedaan voor de gemeente Hardenberg. Ik zou je willen vragen om naar voren te komen. Dankjewel. Op een dag als vandaag kijk je even terug. Toen dacht ik bij mezelf, hoe is dat toch zo gekomen? In 1980 werd ik gevraagd door het GPV of ik mij in wou zetten voor GPV Vrouw. Daar is het begonnen. In 1985 heb ik mijn eerste cursus gevolgd, Vrouw en Politiek. Daarna heb ik 13 jaar in het bestuur gezeten, eerst in het bestuur van de afdeling Bergentheim van de ChristenUnie, als eerst nog GPV. Ik heb het meegemaakt dat het GPV ChristenUnie werd. Daarna heb ik nog een aantal jaren zitting gehad in het bestuur van Hardenberg. En toen werd mij op een gegeven moment gevraagd, wil je niet op de lijst? In eerste instantie zei ik, moet je niet bij mij zijn, moet je jongeren vragen. Maar goed, die waren er op dat moment niet. Ik heb me op de lijst laten zetten en ben toen in de raad gekomen. Ik moet zeggen, ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik heb heel veel geleerd. Ik wil jullie als raadsleden bedanken voor de fijne samenwerking. Ook het college, het ambtelijk apparaat, de Griffie, de dames van de koffie. Ik zou zeggen, iedereen bedankt. Ook de dames, de raadsleden, wil ik bedanken voor de hele fijne gesprekken die we hebben gevoerd onder het genot van een hapje en een drankje. Het was altijd supergezellig. Daar komen jullie echt niet tussen. Nee, Douwe. Dat is en blijft van ons. Ik wil ook de mensen die doorgaan en de nieuwe mensen heel veel succes wensen en veel wijsheid en God zegen. Het gaat jullie goed. Dank jullie wel. Dankjewel, Ali. En het maakt het niet minder spannend wat er nou precies binnen dat vrouwennetwerk gebeurt, moet ik zeggen, na jouw bijdrage hier vanavond.
Maar wie weet. Wellicht wil de volgende raadslid daar iets over zeggen. Alhoewel ik niet eens weet of Petra ook in het vrouwennetwerk heeft meegedaan. Maar kleurrijk ben je zeker, Petra, als ik aan jou denk. Want gedurende de periode dat jij in de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg hebt gezeten, en dat is sinds maart 2006, is er heel veel gebeurd eigenlijk wel. Je bent begonnen bij de VVD en in 2007 heb je je eigen partij opgericht, Liberaal Hardenberg. En in juli 2014 heb je besloten, de fractie heeft besloten destijds om de naam te veranderen in Leefbaar Hardenberg, om vervolgens 2 jaar later, in 2016, de overstap te maken terug naar de VVD. Oost-West thuis best, zullen we maar zeggen. En zeker in die beginjaren, die ik overigens niet heb meegemaakt, maar uit overlevering natuurlijk wel heb gehoord, was je spraakmakend en je actiebereidheid was groot. Het moest en het zou anders in die gemeente Hardenberg. Heilige huisjes mochten omvergeworpen worden, wat jou betreft. En één voorbeeld van zo'n huisje, dat was natuurlijk het nieuwe gemeentehuis wat gebouwd moest worden. Want jouw mening was wel duidelijk wat je daarvan vond. Een verbouwing was meer dan voldoende, laat staan een compleet nieuw gemeentehuis bouwen. Ik ben blij dat je toen in de minderheid was en dat uiteindelijk dat nieuwe gemeentehuis er wel gekomen is. En volgens mij heb je je ook prima in thuis gevoeld hier in dit huis. Je kon je ergens goed in vastbijten, meer dan. En je bent, heb ik mij laten vertellen, ook nog kampioen schriftelijke vragen stellen geweest. Meerdere jaren. Ik wil, Petra, jou ontzettend bedanken voor jouw bijdrage, jouw kleurrijke bijdrage in al die jaren hier in de Raad van Hardenberg. Je hebt echt wel het verschil gemaakt in die jaren. En ik hoop dat het jou goed gaat, privé, zakelijk. Ik zou je naar voren willen vragen om het dank in ontvangst te nemen. Dankjewel. Nou, dames en heren, zo af en toe zit je in de auto van hier naar daar. En dan denk je, oh, ik moet toch een keer wat klaarmaken, hè, voor het afscheid in de raad. En wat zeg je dan in vredesnaam? 12 jaar. Wat herinner je je ook nog? Zijn er dingen die je heel belangrijk vond en zo? Ik denk, nou, ik zet toch maar wat papier, want je vergeet zo gauw. Hè? Je vergeet gauw dat mensen bijzondere dingen doen hier en zo. Dus ik wou eigenlijk heel veel mensen even persoonlijk iets zeggen, maar ik doe het maar niet. Want ik denk, stel je voor dat de voorzitter zegt, wilt u nu afronden? Nou, dan sta je wel helemaal voor aan. Kijk, dat bedoel ik dus. Nou is het na 12 jaar zover. Ik treed terug. En het nieuwe team mag het ook. Heel mooi dat dat gebeurt met nieuw elan. Kom je weer. Dames en heren, voor mij is het leven een leven lang leren. Ik houd ervan om te ontwikkelen en heb daarom veel uitdagingen in mijn leven geaccepteerd. Eén daarvan is de politiek. Het leukste aan de gemeente Hardenberg zijn de mensen die hier wonen. Dan kan ik zeggen, ik kom uit het Westen. Ik heb dus een hele andere cultuur als basis gehad. En als ik dat zeg, dan is dat zo. 12 jaar geleden werd ik raadslid voor de VVD in Hardenberg. En wist ik eerlijk gezegd niet zo goed toen waar ik aan begon. Ik had tot die tijd alleen maar landelijke functies ingenomen. En zoals VNO-NCW, werkgeversorganisatie en Transport en Logistiek Nederland, de branche. En de afgelopen jaren, die 12 jaar, heb ik heel veel mensen leren. Veel levensverhalen gehoord, problemen aangekaart voor mensen en voor dus. En de steun van veel mensen gevoeld bij alle obstakels die op mijn weg kwamen. Het was goed om te merken dat zoveel mensen vertrouwen in mij bleven hebben. Ook toen ik wegging bij de VVD en Liberaal Hardenberg startte. Destijds had ik goede redenen voor deze stap. En volgens mij heb ik het verkeerd genummerd. Ik krijg deze druk.
Ook dit proces heeft mij veel geleerd. Nieuwe dingen ga ik niet uit de weg. En ik ben er echt trots op dat ik deze nieuwe partij samen met anderen heb weten op te bouwen. In die beginfase kwamen er mensen naar mij toe die zeiden, wij gaan je support geven. En allemaal mensen zonder winstbejag en geen enkele ambitie om de raad in te gaan. Wat is daar nou mooi aan? Want waar doen die mensen het dan voor? Die doen het om een meerwaarde te geven aan de discussie die wij hadden in de fracties. En die waren altijd buitengewoon interessant. Afstemmen in de fractie over gemeentelijke onderwerpen, het was perfect. En natuurlijk, ja, het hapje en het drankje, dat hoorde er ook altijd bij. Wat dat betreft ben ik naar de goede partij overgestapt. Tegelijkertijd was ik na 9 jaar niet te trots om in te zien dat de VVD Hardenberg niet ondertussen zowel een ander team had als van koers was gewijzigd. En ik realiseerde me dat we elkaar beter konden versterken. Bert Gelling, dames en heren, creëert in de raad een prettige sfeer. En zorgt ervoor dat er altijd ruimte is voor discussie. En iedereen in zijn waarde gehouden wordt. En daar, dames en heren, daar hou ik van. Je kan met respect voor iedereen tot andere ideeën komen. Niet dat ik hem nou zo nodig een pluim in het bekende achterwerk wil steken. Want dat doet hij zelf wel. Maar de onderlinge verhoudingen, zoals ik dat zie, hè, zijn er in de afgelopen 4 jaar goed op vooruit gegaan. En dat heet voor mij de nieuwe politiek. Ik geef hem nog wel eens een gratis adviesje mee. Dat doe ik nu dus. Bert praat namelijk, als Bert praat, dan overvalt je de gedachte dat er iemand aan het woord is die minimaal een uurtarief van €300 hanteert. Dus Bert, mijn persoonlijk advies aan jou, een beetje Jip en Janneke, trek nog meer stemmen. Gratis advies hoor. Fijn ook is te merken dat nadat ik de eenvrouwspartij al lang geleden diverse onderwerpen aan de orde heb gesteld, zoals onbetaald parkeren. Kinderarmoedebeleid. Het studie doen naar een kinderarmoede, dat het toen wel zwaar niet gehonoreerd werd, maar dat staat hernieuwd op de agenda. En ja, soms ben je proactief bezig. Ik ben ook ondernemer van huis uit en dan wil je dingen wat sneller. Die lijnen zie je wat sneller dan sommige andere mensen, zullen we maar zeggen. Nou hou ik ervan als mensen openstaan voor elkaar. Ik hou van het debat en dat ze elkaars visie honoreren en daardoor samen een stap verder komen. Ondanks de verschillen in mening. En dat is perfect. Dat kan over die drempel heen stappen van dit is mijn partij en van die andere hoef ik niks te hebben. Grapjes over en weer in goede sfeer horen daar in mijn optiek ook bij. Heerlijk bijvoorbeeld hoe Douwe mij ondertussen heeft ingehaald op het gebied van opvallende schoenen. Ik heb nog even een eindspurt genomen, maar ja, Douwe, het laatste succesje gun je me ook niet. Dat niet iedereen mijn gevoel voor humor deelt, heb ik ondertussen ook geleerd. Dat ik nog even zoiets voor de toonbank zei. De burgemeester van Deventer moet er nog steeds om lachen als we elkaar ontmoeten. Dat is voor de ingewijden onder u. Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren en ook tegenslagen gekend. Dat realiseer je je als iemand tegen je zegt, het lijkt wel alsof je uit iedere tegenslag weer sterker naar voren komt. Dank je Frank, dat was mooi, dat heb ik onthouden. Kom bij jou vandaag hoor. Ook Alex wil ik hierbij niet vergeten. Ik heb al die dingen door elkaar gegeven, dat is niet zo handig hè. Lieve Alex, de eerste keer dat ik jou tegen jou zei lieve, dacht jij van wat krijgen we nu hè. Gewoon lief hoor. Het was een genoegen om met je samen te werken. Je bent zoals een lokale politicus moet zijn. Eerlijk, betrouwbaar, luisterend naar mensen en je daarvoor inzetten met een niet aflatende energie. Je weet het, ik vind het jammer dat je het politieke veld verlaat, maar ik begrijp je wel. Dank ook
voor het jezelf blijven en je inzet voor de VVD. Dicht bij jezelf blijven en verder ontwikkelen houdt gelukkig nooit op. En ik heb ondertussen alweer toegezegd aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Maar alles met mate. Want er moet ook genoeg tijd zijn om samen met mijn lief andere dingen te doen. En spannende dingen. Dank aan alle mensen die de afgelopen 12 jaar zo interessant hebben gemaakt. En ik wens alle Hardenbergers in fijn wonen, werken en leven in Hardenberg toe. Dank u wel. Dankjewel Petra voor de mooie beschouwingen. En volgens mij heb je een deel van de fractie-evaluatie hier al in het openbaar gedaan. Dat typeert jullie partij wellicht. Ik ga naar de fractie van het CDA. En dan komt dan, want u merkt het al, we hebben nu raadsleden die al heel lang zeg maar raadslid zijn geweest. Dat is begonnen bij Petra, maar ook geldt dat voor jou Henk. Sinds 2006 ben jij raadslid voor het CDA. Ja, en jij staat bekend natuurlijk als de man van de financiën. En dat is dan ook niet ongebruikelijk dat jouw aandachtsgebieden ook daar liggen. Financiën, decentralisaties, transities voor de jeugdzorg zoals we ze hebben gehad, de ABBZ, de participatie. De centrumplannen voor Hardenberg en voor Dedemsvaart. En de ontwikkeling van de stationsomgeving en het ziekenhuis. Dat is wat je in je raadswerk deed. Ik kom daar zo nog op terug. Maar wat een van de dingen is die je ook heel erg kenmerkt. En wat ongelooflijk mooi is om te zien. Dat je het ontzettend leuk vond om de jongerendebatten te ondersteunen. Zoals we er heel veel hebben gehad. En waaraan jij ook altijd je medewerking hebt gedaan. De debatten bij de Zeven Linden. Of bij het Alpha College hier in Hardenberg. Eigenlijk was jij altijd van de partij om, om daaraan mee te doen en dat te begeleiden. In het dagelijkse leven ben je werkzaam als controlespecialist bij het ministerie van Financiën. Ik heb begrepen de landelijke doelgroep energiebedrijven. En dat is de belastingdienst voor de gewone mens. En je bent door de rechtbank in Zwolle benoemd als curator voor inwoners voor Hardenberg. Die dat nodig hebben. En dat toont ook wel iets, maar eigenlijk heel veel, van jouw sociale betrokkenheid bij mensen, bij inwoners in deze gemeente of van ver daarbuiten. Want ik weet ook dat jullie privé heel veel doen aan opvang van jongeren die dat nodig hebben, die een tijdje rust, stabiliteit nodig hebben en die dat in jullie gezin kunnen vinden. Af en toe vraag ik me wel eens af van hoe heb je dat allemaal klaargespeeld, zeg maar, al die verschillende taken die je doet. Ja, en wat ik mij ook vooral herinner is dat als jij je één keer in een financieel vraagstuk vastbeet, dat je eigenlijk nooit meer los liet, maar dan ook echt nooit. En daarbij had je eigenlijk wel een eigen opvatting van het motto van je werkgever. En ik heb het maar vertaald als leuker kunnen we het niet maken. Maar makkelijker zal de portefeuillehouder financiën het ook zeker niet krijgen. Ja, en dat staat wel een beetje in mijn geheugen natuurlijk gegrift. Want die eerste periode mocht ik dat nog doen. Dat financiënverhaal. En het is ook heel goed dat het naar een van de wethouders is gegaan. Dat financiële verhaal. Maar zeg ik erbij, jouw bijdragen zijn daarbij wel heel erg waardevol geweest. Want je was weliswaar kritisch. Maar ook heel erg rechtvaardig. Maar je had bovenal heel veel kennis van zaken. Van de materie, van die gemeentefinanciën en van financiën in het algemeen. En ik denk, en dat weet ik wel zeker, deze raad zal die kennis van jou ongelooflijk gaan missen naar de toekomst toe. En ik ben benieuwd wie ook maar enigszins in de buurt kan komen om dat in die volgende periode op zijn minst vast te houden. Maar wellicht ben je beschikbaar voor een of andere adviesfunctie nog op de achterhand. De gemeente Hardenberg en haar inwoners hebben in ieder geval heel erg geprofiteerd van jouw ongelooflijke inzet, maar vooral van je kennis op dat gebied. En ik wil jou ontzettend bedanken voor je constructieve bijdrage hier heel langdurig aan de raad van de gemeente Hardenberg. Ik wil je vragen om naar voren te komen, zodat ik je kan bedanken. Beste mensen, een raadslid kenmerkt zich door de volksvertegenwoordigende rol, de kaderstellende rol en de controlerende rol van het college.
Je kunt niet alles hebben, maar ik denk dat ik samen met Henriette de drie rollen wel aardig invul. En ik mag dan ook namens Henriette dit dankwoord uitspreken. Time flies when you have fun. Nou, die 12 jaar van mijn raadslidmaatschap zijn voorbij gevlogen. En ik heb daarin heel veel plezier beleefd. Maar ook veel geleerd. Een van mijn eerste bijdragen in de raad ging over het voorstel wat te doen met het oude zwembad De Mars. Ik had wel een hele lijst met argumenten waarom er een nieuw zwembad moest komen. En zoals je geleerd is in de cursus voor aspirant raadsleden van het CDA, het zal waarschijnlijk bij andere partijen niet anders zijn, benoem je argumenten, maar bewaar ook argumenten voor de tweede ronde. Toen na een al eindeloze opsomming van argumenten, in de eerste termijn nog maar, het raadslid Wim Kloekhorst het blijkbaar wel goed vond en hij de voorzitter vroeg of hij mij een vraag mocht stellen. Of er eigenlijk ook argumenten waren om geen nieuw zwembad te bouwen. Kortom, snel afbreken je eerste termijn en de argumenten voor de tweede termijn maar in je achterzak laten en er nooit weer uithalen. Dit typeert wel een beetje de sfeer in deze raad. Doe maar gewoon. Geen ellenlange betogen over voorstellen waar we het allemaal over eens zijn. En bij andere voorstellen, vraag kort en bondig. Een vergadering mag best voor 10 uur afgelopen zijn. Niet alleen de tijd vliegt snel, maar ons college vliegt ook. Snelheid en doortastendheid. Soms kreeg je als raad de indruk dat het college voor de muziek de raad uitliep. Of dat ze de raad op een spoor zetten van besluitvorming waarbij je als raad bijna niet meer terug kon in het proces. Trechteren hebben we dat genoemd bij de evaluatie van een raadsperiode. Verbeterpunten voor het college noemden we het toen. Vandaag wil ik het vliegen en trechteren graag, heel graag, als compliment gebruiken voor ons college. Dankzij hun inzet is er veel bereik in Harderberg. Ik wens jullie raadsleden en de nieuwe raadsleden weer een dergelijk college toe. De Raad van Harderberg is een collegiale raad. Wij weten dankzij onze toekomstvisie waar we naartoe willen. En de weg daarnaartoe is niet voor elke fractie gelijk, maar het einddoel wel. Wanneer het college het even niet meer weet, zoals bijvoorbeeld bij de begrotingsraad 2017, de investering in de fontein in Lutten of de multifunctionele accommodatie in de Krim, dan pakt de raad dit samen op. Neemt de raad het voortouw bij overheidsparticipatie. En loopt de raad wat dat betreft misschien nu wel voor op het college. Dat is een compliment voor jullie allemaal als blijvende raadsleden. Tot slot. We hebben als raad het goede gebruik om na een raadsvergadering, die dus meestal niet laat is afgelopen, nog even na te babbelen onder het genot van een hapje en een drankje. En daarom sluit ik af. Al was het maar om het niet te baat te maken voor mijn kleinzoon Maarten van bijna 8 weken. Dank jullie wel. Dankjewel Henk voor de mooie woorden. Je noemde de naam al, Henriette. Henriette neemt ook afscheid van deze raad. En ook jij bent begonnen in 2006 als raadslid voor het CDA. En je zet je met heel jaat in voor, eigenlijk voor de zorg. Onderwerpen waar je binnen de raad mee bezig hield, dat zijn WMO-deels zorg, allochtonenbeleid, welzijnsbeleid. Maar dat doe je ook naast je enorme drukke andere werkzaamheden die altijd ook maar gewoon doorgingen. Want samen met je man run je een zorgboerderij in Bergentheim. En het is regelmatig voorgekomen dat je tijdens bepaalde actuele situaties je niet bij een vergadering aanwezig kon zijn of dat je halverwege weg moest omdat er iets geregeld moest worden, opvang of wat dan ook. Je zet je tomeloos in voor andere mensen hier in deze gemeenschap. En vooral voor jongeren.
En dat is prijzenwaardig. En ik vind het ook ongelooflijk knap dat dat is gelukt naast de inzet voor je als raadslid wat je hebt gedaan. En ik herinner mijzelf nog een periode waarin je zelf heel actief bent geweest om ondernemers uit Bergentheim bij elkaar te krijgen, om tafel te zetten in een informele sfeer, om ze te laten zien dat samenwerking wel degelijk zin heeft en dat je daarmee ook je gemeenschap, in dit geval Bergentheim, sterker maakt. En daarin heb jij hele mooie stappen gezet, samen met anderen natuurlijk. Maar dat past ook wel heel erg bij jou. Je hebt een bepaald idee, je hebt een visie, maar daar hoort ook zeker een doen-mentaliteit bij. Want we kunnen nog zo lang praten als we willen. Maar beste mensen zeggen nou, altijd, er moet wel wat gebeuren en er moet wat gedaan worden. En dat typeert hoe jij in het leven staat en hoe je ook je werk als raadslid in al die afgelopen jaren hebt gedaan, Henriette. En ik zou je naar voren willen vragen om jou daarvoor ook heel hartelijk te bedanken. Het laatste woord is aan Henriette. Toch sta ik, denk ik, doe het toch maar even, want het schijnt gebruikelijk te zijn. Maar ik wil in ieder geval ook alle raadsleden die er nu zitten en die de vorige twee periodes ook mee maken, hartelijk bedanken voor de samenwerking, de hele organisatie, het college. Maar vooral mijn man die daar op de tribune zit. Er zitten een aantal grote pleegkinderen, kleinkinderen, schoonkinderen, dochters en zonen. Anders had ik hier niet kunnen staan. Laten we dat even voorstellen en ik vind dat echt ook een applaus. Dankjewel. Dankjewel, Henriette. En het is weer beschikbaar voor andere dingen nu, in ieder geval. Ja. Wij komen aan bij het laatste raadslid dat vanavond afscheid gaat nemen van deze raad van de gemeente Hardenberg. Dat is iemand die in 2003 maar liefst is begonnen. Eigenlijk zou je zeggen, ja, die is bijna vanaf het begin van de oprichting, na de herindeling van deze gemeente, aanwezig geweest, maar niet alleen aanwezig geweest, volksvertegenwoordiger geweest van de gemeente Hardenberg. En in zijn werk als teamleider bij de gemeente Coevorden heb ik hem in het verleden regelmatig ontmoet. Ik moet u een bekentenis doen dat we zelfs wel eens wedstrijdjes deden van wie het snelst ergens bij een plaatselijk belang in die gemeente was destijds. En ik moet zeggen, de Franse auto was toch altijd sneller dan die Duitse Klaas. Want in dit geval heb ik het over Klaas. Maar misschien was het de onbezonnenheid van een jonge en agressieve wethouder nog die het maakte dat het zo ging. En was jij wel verstandig? Klaas, je bent niet alleen een heel langdurig raadslid geweest, vanaf 2003 zoals gezegd. Maar ook voorzitter van de Stichting Beheer Sportpark De Krim. En lid van de Vertrouwenscommissie Predikant. Dat is weer een heel andere procedure dan de procedure voor een burgemeester. Vanaf 2003, zoals gezegd, in die gemeenteraad. En eigenlijk na al die jaren, die 15 jaar dat jij in de raad hebt gezeten, ben je nog even enthousiast en betrokken als in die beginperiode. Dat is echt iets wat jou kenmerkt. En wat ik ook altijd mooi vind om aan jou te zien en te merken. Je bent ongelooflijk betrokken. Niet alleen natuurlijk bij de Krim, maar eigenlijk bij alles wat er in die gemeente gebeurt. En je hebt ook nogal wat specifieke terreinen. Waar jouw voorkeur naar uitgaat. En dat heeft natuurlijk ook een relatie met je werk. Infra, verkeer en vervoer, milieu en duurzaamheid, natuur en landschap, water, landbouw, openbare werken. Dat zijn echt jouw portefeuilles en daar heb je ongelooflijk hard voor gemaakt. En ook met verstand van zaken kon je daar over praten en kun je daar nog steeds over praten. Een enkele keer was je wel zo betrokken. Dat was slechts een enkele keer, beste mensen, dat de emotie toch al heel erg hoog opliep en dat de gasklep zeg maar even moesten ontluchten om eruit te komen. Want het was volgens mij in die discussie over ondergrond en gaswinning en dergelijke, dat jou dat heel erg raakte. Maar dat was eigenlijk ook wel weer heel mooi om te zien, want dat gaat over diezelfde betrokkenheid dan weer. En die is enorm groot. En jij maakte en je maakt je echt zorgen over de mensen in het gebied. Vanuit de fractie was je verantwoordelijk voor de Kennen, de Krim, Slagharen, Gramsbergen, Gramsbergen buiten, de Belten en Schuine Sloot. Dus ook ik voelde als inwoner van dat gebied mij altijd enorm vertegenwoordigd door jou zeg maar in deze raad. En wat dat betreft is het wel jammer dat we afscheid moeten nemen van jou.
Ja, er was een kleine hiccup nog, zo eind 2016 volgens mij. Toen kwam je behoorlijk in de lappenmand terecht. Met de operatie tot gevolg, maar ook wel weer heel mooi om te zien. Dat eigenlijk dankzij jouw conditie, die gewoon heel erg goed is, dat je ook relatief snel weer herstelde. En dat je ook eigenlijk zo snel mogelijk ook hier weer op deze stoel wilde zitten. En dat heb je toen ook gedaan. Je bent een belangrijk gezicht geweest, al die jaren hier in de raad van de gemeente Hardenberg. En je maakte er vanzelfsprekend onderdeel van uit. En heel veel mensen hebben altijd op jou gestemd ook. Je was een echte representant van al die mensen die jij vertegenwoordigde. Ik wil je dan ook namens alle inwoners, mag ik wel zeggen, van de gemeente Hardenberg heel erg bedanken voor je inzet en heel veel succes wensen bij wat je hierna gaat doen. Want ik weet zeker dat de Krim aan jouw deur staat te kloppen om wat functies op je te gaan nemen. Ik zou wel voorzichtig zijn met wat je bij je neemt, want er liggen een paar grote uitdagingen wel in de Krim. Maar ik zeg er ook bij, het dorp is tot heel veel in staat. En ik denk dat ze jouw kennis en hulp heel goed kunnen gebruiken. En dan kom ik toch bij een bijzonder moment wel, Klaas. Want zoals gezegd, vanaf 2003 tot 2018 raadslid geweest voor de ChristenUnie. En niet zomaar een raadslid. En je hebt inderdaad besloten zelf om niet terug te keren hier in deze gemeenteraad, maar om iets anders te gaan doen. En dat betekent dat jij meer dan 12 jaar raadslid bent geweest. En het is mij dan ook een buitengewone eer en genoegen om jou te kunnen berichten dat het Zijn Majesteit de Koning heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En ik wil je daarmee van harte feliciteren en uitnodigen om hiervoor, ten overstaan van iedereen, de bijgaande versierselen op te spelden. Mag ik je naar voren vragen? Dames en heren, een groot applaus. Mag ik iets zeggen? Maarten, het wordt zeker 2 uur. Dat kan makkelijk, ja. Ja, voorzitter. Na 5555 dagen komt er een eind aan mijn raadslidmaatschap. Meneer Dogger, niet narekenen. Terugkijkend, vooral zijn er veel zaken gerealiseerd in mijn gemeente Hardenberg, waar ik met trots als lid van deze raad op terug mag kijken. Investeringen op sportparken en sportgebied. Multifunctionele accommodaties opgewaardeerd of geheel vernieuwd. Herinrichting van winkelgebieden. Herinrichtingen van dorpsplein. Nieuwe schoolgebouwen. Investeringen in infrastructuur. Woningbouwprogramma. Uitbreiding van bedrijventerreinen. Duurzaamheid heel nadrukkelijk op de agenda. En zo zijn er nog veel meer dingen te benoemen. Degene die zegt dat er helemaal niets gebeurt in de gemeente Hardenberg, kijkt dan ook niet verder dan zijn eigen achtertuin. Maar voorzitter, ook hele, hele verdrietige gebeurtenissen in de afgelopen 15 jaar. Als ik terugkijk naar het overlijden van Bertus Skessies in 2010, toen Nestor van de Raad en op de avond voor de verkiezingen op 2 maart 2010 kwam hij te overlijden. Of Albert Schipper in 2012. En Ria Juling in 2016. Die beiden na een ernstige ziekte het leven nadeden. En voorzitter, natuurlijk zijn er ook nog veel meer zaken te doen. Leuke anekdotes en minder leuke. Maar dat ga ik niet doen, want dan zijn we nog niet, lang nog niet thuis. En het houdt naar mij niet op. Aanstaande donderdag wordt er een nieuwe raad geïnstalleerd. En die gaan gewoon verder met de taken waar de raadsleden die nu afscheid nemen mee stoppen. En ja, ik ben ook ontzettend nieuwsgierig hoe het nieuwe college er straks zal gaan uitzien. Voorzitter, ik wil dan ook mijn collega-fractiegenoten bedanken voor de zeer prettige samenwerking. Maar ook de samenwerking met de collega-raadsleden en natuurlijk niet te vergeten de Griffie onder leiding van Frank. Trots ben ik erop hoe respectvol er tot op heden altijd met elkaar is omgegaan. Voorzitter, ik ben dankbaar dat mij de mogelijkheid is gegeven door het bestuur van de ChristenUnie om mij in te zetten voor de Hardenbergse samenleving. Het was prettig om met dit college van BNW taken te doen. En ieder
had het beste voor met de gemeente Hardenberg. Ook in de tijd van zware bezuinigingen, die noodzakelijk waren en die zijn ingezet vanaf 2014. Maar daardoor nu wel een gezonde financiële gemeente achterlaten. Daar mag ik en mogen wij met elkaar met trots op terugzien. En dat kan niet anders met een dagelijks bestuur die zich daar hard voor maakt. En naar mijn mening echt het schompens heeft gewerkt. En daar hoort ook het ambtelijk apparaat bij, onder leiding van de gemeentesecretaris mevrouw Waaier. Voorzitter, ik rond af. Ik wil bedanken diegenen die de afgelopen jaren het vertrouwen in mij hebben uitgesproken. En bovenal, voorzitter, wil ik Marga en mijn kinderen, dat ze mij de ruimte hebben gegeven om dit werk te mogen doen. Maar ook vanuit mijn geloof wil ik mijn Heer danken dat hij mij kracht gegeven heeft om dit te doen voor mijn gemeente Hardenberg. Om af te sluiten met de woorden uit Jeremia 2 vers 17. Zet u in voor de vrede en de welvaart van de stad waarin ik u heb verbannen. Bid voor haar tot de Heere, want als uw stad welvarend is, bent u het ook. Ik wens de nieuwe raad, het nieuwe college en het ambtelijk apparaat veel wijsheid toe bij de nieuwe bestuurs. Dank u wel. Goed, dus zit er geen verschil in. Dankjewel, Klaas, voor de mooie woorden. Die ons ook nog weer meegeeft naar de nieuwe periode toe. En daarmee ook het stokje mooi overdraagt naar donderdag toe, waarin we de nieuwe raad inderdaad zullen gaan installeren. Ja, en daarmee zijn we bijna, zeg ik erbij, aan het einde gekomen van deze bijzondere zitting van de gemeenteraad. Maar niet nadat we ook afscheid gaan nemen van nog iemand. En dat is Jan van den Kamp. Ja, Jan. Als ik een applaus mag, beste mensen. Ja. En misschien wil je even naar voren komen, Jan. Want eigenlijk gingen wij ervan uit dat het allemaal gewoon doorgaat, dat er een nieuwe raad komt. Maar dat stabiliteit en continuïteit is gewaarborgd met de ondersteuning van deze gemeenteraad, Jan. En dat ben jij. Maar ja, je hebt een ander besluit genomen. Het is goed geweest wat dat betreft. En het was al mooi, een aantal raadsleden, Wim gaf het net ook al aan. De ondersteuning zeg maar vanuit de organisatie, de dames en één heer, inmiddels wat meer heren, die er altijd is geweest, die altijd klaar staan en stonden voor deze raad. Maar niet alleen voor de raad, ook voor het college, maar ook voor de mensen hier die hier op bezoek kwamen. En jij bent wel eigenlijk het symbool daarvoor, Jan. Want je hebt ruim 40 jaar ben je in dienst geweest van de overheid. Jij was het vertrouwde gezicht voor ons bij al die raadsvergaderingen. En je was er volgens mij ook bijna altijd bij. Of het moest wel iets heel uitzonderlijks zijn dat je niet kon. En eigenlijk, voor ons was dat misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Maar je was er niet alleen. Je had het ook tot in de puntjes geregeld. Elke keer weer. En zelfs vanavond heb je de prachtige bodenbussen hier op het uniform zitten. Gastheer puur zang. Perfecte gastheer bij de raadsvergadering, zoals gezegd. Zorgde voor de ontspannen sfeer hier. En zo kwam je eigenlijk nooit op de koffie bij Jan. Alhoewel je er heel wat koffie hebt ingeschonken voor ons allemaal. Altijd konden we op je rekenen en een beroep op je doen. Of het nou was in deze raadsvergadering, maar ook bij rampenoefeningen in het gemeentehuis. Je was altijd op tijd, je was er en je zorgde dat alles gereed stond. En dat de deur van het gemeentehuis open was. En eigenlijk had jij helemaal geen piepen nodig. Want je was altijd waakzaam dichtbij en bereid om die deuren te openen. Goede wijn, beste mensen, behoeft geen krans. Alhoewel, over kransen gesproken, ook ten aanzien van de jaarlijkse 4 mei vieringen, de herdenking vooral, de viering op 5 mei, maar de herdenking op 4 mei, heb jij er altijd voor gezorgd, punctueel, dat alles heel nauwgezet klaar stond en daar hoefde niemand zich zorgen over te maken. Jij ging voor perfectie
Maar dat gecombineerd met een hele aangename bescheidenheid eigenlijk. En daarmee zijn wij denk ik niet alleen de meest toegankelijke gemeente van Nederland, maar hebben we ook het meest toegankelijke gemeentehuis van Nederland. En dat is dankzij jou, Jan. Ja, nu is daar, komt daar een einde aan, want je hebt besloten om te stoppen met werken. Maar vooral ook te gaan genieten, samen met je vrouw, om andere dingen te doen die jullie ook al zo graag mochten doen. Op stap met de caravan, lekker ergens staan, varen, maar ook rondrijden op een oude brommer, maar ook zeilen. Eigenlijk heb je een enorme diversiteit aan hobby's en bezigheden. En ben je ook gewoon altijd bezig, samen met je vrouw, maar ook met de rest van het gezin. En dat is heel mooi om te zien hoe jij dat doet. Ik wil jou ontzettend bedanken voor al datgene wat je hebt gedaan, al die jaren. De gastheerschap zoals je dat hier hebt vervuld. Ik wens jou en je vrouw Annie het allerbeste toe. Ik kan wel zeggen, eigenlijk strijk je nu het zeil om een beetje in zeiltermen te blijven. Ik wens jullie een behouden vaat, maar ook vooral een hele mooie vaat in de volgende stap in jullie leven. Jan, het gaat je goed. Ontzettend bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Ik hoop dat je ooit nog eens een boek gaat schrijven over al je belevenissen hier. Ook voor jou is het laatste woord, dus je kunt nog iets zeggen zometeen. Want ik weet van Bodus dat die eigenlijk precies weten hoe het eruit ziet hier in dit gemeentehuis. Maar ik weet ook zeker dat Jan al weet hoe het volgende college eruit gaat zien. Maar hij zal het niet zeggen, dat weet ik ook. Jan, dankjewel voor alles wat je hebt gedaan. Dat ga je bijzonder goed. Prima. Dankjewel. Ik heb ontzettend veel plezier in mijn werk altijd kunnen en mogen doen. Dat zegt uiteraard ook iets over de sfeer in deze zaal, maar ook in het hele gebouw. Het was geweldig. Mijn gedachten gaan even terug naar 1976. Ik werd helemaal ontboden op het gemeentehuis. En kwam in de BMW-kamer terecht bij burgemeester van Splunder en dokter Anders G. Jonker. Dokter Anders G. Jonker sprak toen de wijze woorden van meneer Van der Kamp. U moet zich ten alle tijde dienstbaar opstellen ten opzichte van de gemeenteraad. Ik denk, ja, ik vond dat zo'n mooie uitspraak. Ik zeg, dat ga ik ook doen. Ik probeer het vol te houden. Vandaar ook, ja, ik heb echt met veel plezier al mijn werk hier gedaan. Dankjewel. En ja, ik zal het in de toekomst denk ik niet vervelen, maar ik zal dat hier zeker gaan missen. Dankjewel. Ja, beste mensen, het is bijna 9:30 geworden en daarmee hebben we afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden en van de vertrekkende bode, die zijn memoires later nog eens op papier zal zetten. En ik zou deze vergadering willen sluiten, maar niet nadat ik heb medegedeeld dat er natuurlijk voor iedereen en ook voor de genodigden die nog bij zijn, de familie, vrienden, nog een drankje en een hapje beschikbaar staat in een goede sfeer zoals we dat gewend zijn hier. Om nog even informeel na te praten met elkaar. Maar ik zou de vertrekkende raadsleden en ook Jan willen vragen om hier nog even naar het midden te komen voor een fotosessie. En de andere raadsleden zijn ontslagen van hun werkzaamheden op dit moment. Donderdag verwacht ik u weer hier in deze raadzaal bij de installatie. Ik sluit de vergadering. Dank u wel.